Stichting Ons Bedrijf heeft een reïntegratiebedrijf. Dat houdt in dat mensen die dat op eigen gelegenheid niet kunnen, geholpen worden om een betaalde baan te vinden. Onder deskundige begeleiding worden deze werkzoekenden begeleid bij hun zoektocht naar een passende, duurzame en zo regulier mogelijke arbeidsplaats. Er worden intern ook arbeidsmatige dagactiviteiten aangeboden. Dit kan bedoeld zijn voor mensen voor wie er op de arbeidsmarkt geen plaats is en om interesses en capaciteiten van een cliënt in beeld te brengen. Onze doelgroepen zijn mensen met een psychiatrische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen die geen dagbesteding hebben en moeilijk werk kunnen vinden. Opdrachtgevers voor ons bedrijf zijn gemeente, UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering, verzekeringsbedrijven, reïntegratiebedrijven, CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, scholen, bedrijven en instellingen. Cliënten komen via opdrachtgevers, verwijzers of op eigen initiatief bij ons bedrijf binnen. Via een kennismakingsgesprek wordt verteld wat ons bedrijf voor iemand kan betekenen. Voorafgaand aan een traject zal een intake plaatsvinden. In de intake wordt gekeken waar iemand vandaan komt, wat iemands wensen zijn. Het doel wordt bepaald en er wordt gekeken of dat haalbaar is binnen ons bedrijf. Na het gesprek wordt extra informatie verzameld bij de opdrachtgever, psychiater en andere betrokkenen. Aan de hand van de intake wordt er gekeken welk traject van toepassing is en komt de cliënt bij een jobcoach van de reïntegratieafdeling terecht. Er zijn 4 verschillende trajecten, namelijk sociale activering, dagbesteding, individueel reïntegratieovereenkomst en jobcoaching. Dit is afhankelijk van het doel van de cliënt en de opdrachtgever. Sociale activering kan een eerste stap naar betaald werk betekenen. Maar het vinden van betaalde arbeid is geen doel op zich. Sociale activering omvat activiteiten zoals begeleidingsgesprekken, vrijwilligerswerk en of werkervaring opdoen. Dagbesteding is bedoeld voor cliënten waarvoor betaalde arbeid vooralsnog geen optie is, maar die wel behoefte hebben aan een gestructureerde dagindeling met zinvolle taken. Het doel van een individueel reïntegratieovereenkomst is om via de kortste weg een betaalde baan te vinden voor de cliënt. Hiervoor kunnen verschillende producten ingezet worden, zoals assessment en oriëntatie, aanbodversterking en bemiddeling, plaatsingsondersteuning en psychologisch onderzoek. Bij jobcoaching komt de jobcoach regelmatig langs op de werkplek en worden nieuwe vaardigheden aangeleerd of bekende vaardigheden geoefend. Ook kan de omgang met leidinggevenden en collega's onderwerp van gesprek zijn. In veel gevallen is het voor een werkzoekende van belang om werkervaring en werkritme op te doen. Hiervoor zijn interne mogelijkheden op verschillende locaties waar diverse werkzaamheden aangeboden worden. De werkzaamheden kunnen zijn op de metaalwerkplaats, houtwerkplaats, interne werkvloer, winkels, supermarkt met lunchroom en tuinen. Te denken valt aan productiewerk, inpakwerk, licht administratief werk, hovenierswerk, schilderwerk, laswerk, kassawerk, cateringwerk en nog veel meer. Indien er geen interne mogelijkheden geboden kunnen worden, gaat de reïntegratieconsulent op zoek naar een externe werkervaringsplek. Bijvoorbeeld in de verzorging, land- en tuinbouw, dierverzorging of het onderwijs. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, beperkingen, capaciteiten, beroepswensen en beroepsmogelijkheden van de cliënt, kunnen door een eigen psycholoog van ons bedrijf verschillende testen afgenomen worden in de verschillende trajecten. Te denken valt aan een beroepskeuzetest, maar ook aan een test waar men arbeidsvaardigheden in beeld kan brengen. Dit is de IDA-test, instrument voor de diagnostiek van arbeidsvaardigheden, die gekoppeld is aan het zogenaamde MELBA-systeem. MELBA is een systeem waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie gedocumenteerd kunnen worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk.
Ook wordt er intern training en coaching verzorgd. Een aanbod van interne vaardigheidstrainingen, praktijktrainingen en persoonlijke coaching kan ingezet worden. Bij interne vaardigheidstrainingen kan men denken aan sociale vaardigheidstraining, mobiliteitstraining en sollicitatietraining. Naast het trainen in basisvaardigheden kunnen meerdere praktijkgerichte scholingsmodules een onderdeel uitmaken van het trajectplan. Hierbij kan een cursusaanbod bij een externe scholingsinstelling van belang zijn. Vaak wordt ook gebruik gemaakt van een cursus die ons bedrijf in haar reguliere pakket heeft. Erkende cursussen die bijvoorbeeld intern gevolgd kunnen worden, zijn lassen en heftruckrijden. Naast de werkervaringsmogelijkheden zoeken wij passende externe stages voor de cliënt. Het bestand van stagemogelijkheden is in de loop der jaren flink uitgebreid en is vaak een laatste opstap voor een werkzoekende naar plaatsing op de arbeidsmarkt. Om tot een geschikte stageplek te komen, kan er een profielvergelijking via de MELBA ingezet worden. Hierbij is het noodzakelijk dat de capaciteiten van een cliënt en de eisen van een functie in beeld worden gebracht. Aan de hand van een profielvergelijkingsformulier worden de eventuele onderbelasting en overbelasting inzichtelijk gemaakt. Uit een stage kan een betaalde baan voortvloeien. Voordelen om iemand met een beperking aan te nemen geldt voor een groot deel dat ze gemotiveerd, gedreven en geïnteresseerd zijn in een baan. Daarom noemen wij hen G-krachten. Werkgevers worden door het UWV financieel beloond als ze mensen met een beperking in dienst nemen. Je kunt hierbij denken aan premiekorting, loondispensatie, loonkostensubsidie en no-risk polis. Als het voor een cliënt noodzakelijk of wenselijk is, kan jobcoaching ingezet worden. Dit betreft een intensief begeleidings- of coachingstraject voor een geplaatste cliënt op de werkplek. Te denken valt aan het meewerken op de werkvloer, bemiddeling bij onduidelijkheden tussen werkgever en cliënt, handvatten aanreiken voor de werkzaamheden, eventuele werkplekaanpassing en ondersteuning bij correspondentie met het UWV. Het doel is om duurzame arbeid te realiseren. Ons bedrijf heeft een officiële erkenning om deze discipline te mogen uitvoeren. De reïntegratieafdeling van ons bedrijf komt in beeld na de intake. Na interne en of externe werkervaringsplekken en trainingen bemiddelen wij de cliënt naar een passende stage en uiteindelijk naar een betaalde baan. Als een betaalde baan gerealiseerd is, komt vaak jobcoaching aan bod. Wilt u meer weten over wat de reïntegratieafdeling van ons bedrijf voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met ons bedrijf. Voor aanmelding of een kennismakingsgesprek kunt u altijd een afspraak maken met onze intake-medewerker.